maar het brengt de bezoekers wel op 0-1. De lange bal van Henny Schilder na iets meer dan een half uur spelen komt terecht bij Muren en hij vindt Jack Tuyt. Zo maakt hij zijn 7e van het seizoen en brengt de ruststand op 0-2. Ja, daar de ruimte. Nick Tol zoeken naar Kruis die in één keer uithaalt. Tuyt, dan is het altijd gevaarlijk en raak. En het is zo makkelijk hoe het eruit ziet bij hem, hè. Hey, een voetbal. Laat ik die eens op doel schieten. Nou, wat een ruimte bij Tuyt. Wat verschrikkelijk slecht verdedigd van Rekers. En wordt het afgestraft? Nee, tegen de paal en dan wel 4-1. Dank u wel. Tuyt. Goed. Kruis. Terug naar Tuyt voor nummer 3. Tuyt, nummer 3. 5-1. Weer Jack Tuyt. Kan je ze eigenlijk niet krijgen? Doet Volendam nog wat? Ja, via wie? Natuurlijk, Jack Tuyt. Hij scoorde zijn laatste op 9 december. Nieuw Volendam in de aanval. Het steekballetje is goed. Daar is Jack Tuyt. Wordt dit zijn 20ste van het seizoen? Ja, het wordt zijn 20ste van het seizoen. En daarmee 2-1 ook voor Volendam. Door Sven van de Jeugd, maar dan gaat Fortuna achterin ernstig in de fout. Ondervlag tegen Tuyt, die opgaat voor nummer 101 en die heel makkelijk verzilvert. 2-2 dan aan de dijk. Twee ploegen die allebei... Last van zijn lies. Helmond Sport mist onder meer Sequeira. Kreeg 5 duels schorsing na zijn elleboog tegen Willem II. Dit is 7 minuten na de 1-0, al de 2-0. Wie anders dan Jack Tuyt is er verantwoordelijk voor. Een lekkere marge natuurlijk. Mooi uitgespeeld, scherp gestaan, prachtige goal. Over Helmond Sport is dus dan terug in de wedstrijd en dan moet het nog rust worden. Dit is vlak na rust. Volendam toch weer. En kijk eens hoe ze het dan leuk openspelen voor Jack Tuyt. 48 minuten gespeeld. Aanval van de ploeg van Gert Kruis. Tuyt krijgt hem wat gelukkig mee, maar passeert wel Bizot. En dan is het alweer gelijk na 10 minuten. In die strijd om de tweede periode. En die winst die komt er ook. 92e minuut. Een aanval over de rechterkant en het is de topscorer in de Jupiler League. Jack Tuyt die het wel beslist. Alsnog 3 punten voor Volendam. Na 2 nederlagen op rij mag Sparta niet verliezen bij Volendam om te voorkomen dat ze verder achterop raken bij Zwolle. Maar dit is Volendam en dit is Jack Tuyt. Het is de 4e minuut. Prachtige goal van de thuisploeg. De bal valt er overheen bij Veldmaten en Tuyt doet het heel beheerst en met veel gevoel. Ruststand 0-0, dan de tweede helft. Muren met assist en Tuyt met zijn 13e competitietreffer. Zet hij Volendam op een 1-0 voorsprong. Dus beslist. En het wordt uiteindelijk 4-1. Gerry Koning kijkt en ziet Jack Tuyt helemaal vrij staan. En hij met zijn 2e van de middag bepaalt de eindstand op 4-1. Lindenberg uit de hoekschop. Kruis. Kruis komt de bal voor de goal. En het is zomaar gelijk zeg. 1-1. Kelvin Meinaert. Die heeft alle tijd om de bal goed terug te leggen en die bedient Jack Tuyt is Tuyt. Die wil afleggen naar de rechterkant, krijgt de bal wat gelukkig terug. Dat gaat wel goed. Dat is het zoeken naar een vrije man. Het wordt Tuyt voor een leeg doel. En op deze keer veel ijs. Gezond voetbal. En met een druk sneer dan een wij schroeven snel genomen door de bal. En een prachtbal is het van Jack Tuyt. Overname via Tuyt, mooie beweging. Jack Tuyt, nog een keer. En dan zit hij erin. Het is hier te geloven. Het is toch het zo laat. Volendam is kampioen. Dat kan niemand zien. Dat is goed. Heen en weer kan varen. En ik vond de club dan de laatste minuut. Volendam is de baas op het veld. Dit is een mooie paas van Hulp. Tuyt. Hofstede kiest positie. Tuyt doet het zelf nog altijd. Tuyt en die rond het dan. Dit is natuurlijk een frustrerend helmet. Iedereen onder de bal door. Mooi ingebracht door Van Zalen. En met wat geluk. Het doelpunt van Tuyt. De keeper die weer
fit is en daarom de voorkeur krijgt boven Hendricks. Hofstede, hij staat geen buitenspel en mag dus door. Dan krijgt Tuit de bal en is het 3-2. Geen lekkere terugkeer in de boel bij Eindhoven, want daar is nummer 6. Tuit scoort. Gaat door. Keeper wordt geraakt aan het hoofd. Op en dan klemmelt Haarlem achterin. En is het 2-1. Tuit scoort. Maar hier. Hij zit erin. Hij zit erin. Oh, dat is mooi gegeven. Tuit. Draai afgerond. Meijers. Bij de tweede paal staat hij weer te wachten. En hij legt het terug. Prachtig de goal van ons. Die Volendam hier kan gaan halen. Daar komen ze weer. Tuit hier nu in de tweede lijn. Ja, legt hem er. Misschien weer de makkelijke overname van Volendam. En daar gaat Jan Tuit. Gaat hij doen in zijn 150ste wedstrijd. En derde goal. Oh yeah! 3-0 voor Volendam. Nog steeds. Tuit geen buitenspel. Tuit voor 3-0. Ja hoor! Jaktuig voor. Dan is het nummer 25. Zo moet Volendam van de thuis. Goed lijkt. Het hele dan maar een zwaalend door de verdediging van de Havelaar. Dat het goed gaat. Ja, Sintels redt. Maar dan heb je nog steeds een nee nu niet meer voor dat blijft. Wat zou er kunnen komen? Wie anders? Wie anders dan Tuig is de wagen. En zo klein erbij zit. Zo hier. Ozama. Rövid. Még lehet belőle valami. Type, helyzet, és benn van! Type debütál a magyar élvonalban. Kiharcolta, kialakította magát.